Nauwelijks waren de berichten verschenen dat de regering in verband met de moeilijke oliepositie een zondagsrijverbod had afgekondigd, of duizenden landgenoten begaven zich, natuurlijk per auto, naar de kantoren van de Rijksverkeersinspectie om te proberen ontheffing van dit verbod te krijgen. Nog weinigen zagen op dat moment de harde noodzaak van deze maatregel in. De meeste ontheffingvragers en vraagsters wilden geen tijd verliezen en vulden de benodigde formulieren al op kantoor in. Gedurende enige dagen moest het personeel van de Rijksverkeersinspectie van 's morgens 7 tot 's avonds 12 uur werken om alle aanvragen voor een vergunning te behandelen. Verreweg het merendeel der verzoeken kon niet worden ingewilligd, zodat op de eerste zondag waarop het rijverbod van kracht was, overal de auto's langs de wegen geparkeerd bleven staan. In de verlaten straten reed slechts een eenzame bromfietser of soms een buitenlander, want voor deze categorieën geldt het rijverbod niet. Voor het overige leken de steden, mede als gevolg van het slechte weer, wel uitgestorven. Dat slechte weer leidde ertoe dat de auto's die wel mochten rijden, dies namelijk, nooit lang op klanten hoefden te wachten. De doorgaans drukke verkeersaderen, zoals de Maastunnel in Rotterdam en de Rijksweg Amsterdam-Utrecht, kregen weinig of geen verkeer te verwerken. De cafeetjes langs de grote weg hadden niets te doen. De benzinestations waren al blij als ze een bromfietser konden bedienen. Door de politie werd een strenge controle uitgeoefend en zij die wel mochten rijden, werden dan ook vaak aangehouden. Al met al vertoonden de wegen en straten in het gehele land een natte en trieste verlatenheid. Alleen de jeugd zag er de prettige kant van.